Zes jonge filmmakers de kans om een eigen genrefilm te maken. Mila van der Velde en Michael Middelkoop zijn de uitverkorenen. Michael, nee, ik zeg het verkeerd. Mila van der Linde. Ja, hij staat zo ver en ik heb een bril nodig, jongens. Dat zie ik niet. Ja, Martin, genrefilms. Zes mensen geef jij de kans. Zes talentvolle regisseurs. Waarom speciaal genrefilms? Omdat genrefilms het allermooiste is wat er is. Kijk, film is sowieso de eredivisie. En dan is genrefilm is dan ook nog eens de Champions League. Want het is a spoonful of sugar to make the medicine go down. Dus okay. Je kan alles vertellen wat er belangrijk is in de wereld zonder dat je per se precies weet waar het nu over gaat. Maar alle thema's kun je allemaal in genres krijgen. Wat zijn genrefilms? Genrefilms, ja, daar kun je heel veel verschillende theorieën over hebben. Maar in principe is een genre iets waar genreconventies zijn. Yeah. Dus noem eens iets, een western. Hè? Science fiction. Dat maar eens even noemen, science fiction. Horror. Dan weet je gewoon wanneer iets... En die hebben allemaal wat ze dan tropes noemen. Dingen die daarbij horen. En dat maakt ook dat het zo ontzettend interessant is om daarin, omdat je dan meteen in een soort traditie staat. Dan kun je snelle verhalen vertellen. En het is ook heel interessant dan om origineel te zijn. Want als er geen conventie zijn, is originaliteit totaal zinloos. En tekent dus die kaders die dienen ja, die zijn ook dat weer helpt, dat helpt, ja. Die helpen de creativiteit. Absoluut. Een genrefilm die jij heel goed vindt is Drive. Bijvoorbeeld, ja. Waarom allereerst? Want we gaan nou, zo omdat het een prachtig verhaal is over een man. Waarin je voelt, ja, daar kan ik het van Ryan Gosling. Ja, precies. Daar is iets mee muziek. In het verleden en daar broeit iets in hem. En uiteindelijk komt hij als een soort van engel der wraak en hij gaat één keer iets goeds doen. Ja. Hij gaat één keer iets moois doen. We gaan even naar hem kijken. Ja.